gaat het recht. 11 tegen 11, Nederland tegen Japan. De tweede wedstrijd van Nederland, dit WK. Messi heeft uit balans gebracht. Nakazawa en Tulio houden een oogje in het zeil. Nee, Sneijder zelf. Kuit met een omhaal. Er zit nog te weinig lijn in het spel van Nederland. Baltempo moet omhoog. Van Persie. In de eerste half uur zonder enig hoogtepunt. Niet één inzet tussen de palen. Matsui stuit op Van der Wiel. Het oogt allemaal wat gelaten bij Nederland. Wat fantasieloos. Eerste werk voor Kawashima. Het zijn 46 lange minuten geweest. Iedereen verwacht dat je het maar even doet. Het valt moeilijk. En hier hebben we kunnen zien dat Japan geen slechte ploeg is. Moeilijk doorheen te komen. Ja, dit is lastig om tegen te voetballen. Hier is Van Persie. Kom op. Van Persie loopt weg. Van Persie! Van Bronckhorst. Gaat naar de eerste paal toe. Sneijder, Sneijder, ja! Wesley Sneijder! De band is gebroken. Nederland staat voor. Het is ook wel het geluk dat je moet hebben in zo'n toernooi. Sneijder net iets te hoog voor Van Persie. Angelo Elia als vervanger van de Vaart, van Bommel. Van Persie. De kaart was niet goed. Sneijder. Eén schot op doel. Maar het was onmiddellijk prijs. Nu misschien met Affalay die ontsnapt. Affalay zelf. Affalay stuit op Kawashima. Affalay, weer Kawashima. Julio legt de bal neer en hier toch nog een kans voor Japan. Nakatomo gaat liggen en een penalty. Nee, 6 punten na 2 wedstrijden. Tweede helft hebben we het afgemaakt zoals het moet. Ik ben tevreden en we kunnen nog veel beter, we moeten ook beter. Ja, we hebben hele goede zaken gedaan. We hebben niks weggegeven en we zijn blijven voetballen. We spelen moeizame wedstrijden en ik denk dat het alleen maar beter kan worden. Het is geen makkelijk WK. Als jij met 2 wedstrijden, 6 punten, dan mogen we daar even van genieten.